Gerda Klamer, World Triathlon Series Stockholm. Zware wedstrijd, denk ik, hè? Ja, het zwemmen was prima. En eigenlijk ging weer de rest van de wedstrijd, voor mijn gevoel, een beetje zoals verwacht. Alleen dan nog een scenario erger. Wat? Ja, het fietsen ging eigenlijk voor geen meter. Ja. Dus heel eerlijk, ik ben gewoon een brokpiloot op dit parcours. En dan moet ik gewoon hard voor trainen. Dit is al de zoveelste keer dat dit gebeurt. Het zijn vooral technische parcours waar je heel veel moeite mee hebt, hè? Met bochten, keren, dus, draaien. Dat is gewoon echt waar ik op moet oefenen. Ik kan prima gaan klimmen, rechte stukken fietsen, gewoon stampen. De afdaling zelfs ging prima. Ja. Dat maakt niet uit. Maar zodra er een 180 graden punt in zit, dan ben ik weg. En dat kost ook gewoon heel veel energie. Ja, het is wel een harde leerschool weer vandaag, hè? Dat het belangrijk is wat je moet verbeteren. Ja. Je hebt ook wel 3 weken geleden weer begonnen met lopen. Mm. Was je uiteindelijk over je fysieke gesteldheid al wat tevreden vandaag? Ontevreden, ja. Ik kreeg al meteen echt al in het begin steken. Een stukje dat ik zoiets had van, zou ik proberen te gaan wandelen? Maar ik wilde niet stoppen. Ik had zoiets van, ja, ik ga het gewoon finishen hier vandaag. Maar die steken die bleef wel aanhouden. Het zakte op een gegeven moment wel. Daarbij kwam ook nog eens dat mijn bidon was verloren op de fiets. Dus ik had maar 1 kleintje waar, maar die maar voor de helft gevuld zat er nog wat. Dus dat kwam er ook nog eens bij. Dus ik had ook nog wel behoorlijk dorst tijdens het lopen. Ja, conclusie eigenlijk ging het meestal fout vandaag. Oké, okay. Je hebt wel goed getraind de laatste weken. Londen wordt een vrij recht parcours, lange stukken. Het zal meer in jou, meer bij jou passen. Ja. Dus ik denk op naar de over 3 weken Londen World Triathlon Series. We gaan het proberen, ja.